We gaan naar het vierde principe. Het ene laatste en misschien wel een van de allerbelangrijkste. Zet als leider keer op keer de waarom-vraag centraal. De visie die je met elkaar nastreeft, die je voor ogen hebt, draait altijd om de waarom-vraag. Dus geef liefde, tijd en aandacht als team aan die waarom-vraag. Breng die keer op keer weer terug in de agenda. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Die waarom-vraag is zo essentieel, want het geeft heel veel motivatie. Dat geeft heel veel energie. Dat is de drive waarom je doet wat je doet. Je geeft tijd, geld, aandacht, investering in iets. Maar waarom? Zo belangrijk om daar als leider keer op keer naar terug te gaan. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat is de hoofdreden? Wat is de diepste drive? Net heb ik gezegd, we gaan naar Rome, we gaan met de trein, mijn schoonvader gaat mee, etc. En misschien heb je gezegd, fantastisch, ik ga mee. Misschien weet je het nog niet. De kern van Rome is het waarom. Waarom wil ik zo graag die week met de trein, met mijn schoonvader, naar Rome? Dat heb ik nog niet verteld. Dat is het waarom. En die waarom-vraag is best wel essentieel. Want ik ga naar Rome in die periode, waarom? Om een marathon te lopen. Nou, als ik dat op tafel leg, dan denk je van, oh, dan moet hij die dagen daarvoor zijn benen sparen, dus gaan we niet naar allerlei museums. En daarna is hij helemaal kapot en doen zijn benen pijn. En dan gaan we ook niet naar museums. Dat geeft jouw motivatie misschien een hele knauw. En heb je zoiets, ja, dan, als dat het doel is, als dat het waarom is, dan ga ik niet mee naar Rome. Een andere reden, bijvoorbeeld dat ik naar Rome wil, is dat er een goede vriend van mij is daar zendeling. En die wil ik bezoeken. Waarom? Om hem te stimuleren, te bemoedigen, te helpen. En hij organiseert ook daar een conferentie en daar mag ik ook wat dingen doen. En dat is het doel van mijn reis. Als dat het doel is, dan zegt de een misschien, fantastisch, ik ken die persoon ook, of die wil ik ook bemoedigen, ik ga mee. Terwijl de ander juist zegt, als dat het hoofddoel is, ja, dan haak ik af. En we hebben ongemerkt al een plaatje in ons hoofd. Als ik het heb over Rome, wie van jullie dacht gelijk aan museums, terrasje, warm weer, misschien een zwembad bij het hotel? De meesten denken zo. Waarom zou je meegaan naar Rome? Ja, dat is misschien niet voor jou als eerst om een marathon te lopen. Nee, waarom wil jij naar Rome? Museums, theaters, oude dingen, ja? Dus het is heel belangrijk dat je waarde, betekenis en inhoud geeft aan die waarom-vraag. Is het voor jou duidelijk waarom je daar naartoe gaat? Waarom je die stip op de horizon hebt? Terug naar de kerk. Waarom is het zo belangrijk dat we een welkomsteam hebben? Nou weet je, die vraag is essentieel. Daar draait het om. Dat is key. Heel veel mensen die voor het eerst naar een kerk gaan, die hebben zoiets dat de eerste ervaring essentieel is. Als zij in de eerste paar minuten een warm welkom hebben gehad, een goede uitleg waar de kinderen kunnen, waar de koffie is, waar de wc is. Dat geeft zoveel veiligheid, zoveel omzien, zoveel liefde en zekerheid. Dat die mensen uit ervaring blijken vaker terug willen komen. Dat mensen voor het eerst naar een kerk gaan en niet weten waar ze hun jas kunnen ophangen. Niemand begroeten, niemand maakt een praatje. Een welkomsteam is essentieel, als dat goed is, voor de groei van het aantal. Een andere is bijvoorbeeld een website. Waarom zou je zoveel tijd, geld en energie geven aan een website? De meeste mensen die uiteindelijk naar het gebouw komen op zondagochtend, die hebben eerst de website bekeken. De filmpjes, de podcasten, de dingen. Waarom? Sfeerproeven. 9 van de 10 kijken eerst naar de website en hoe die eruit ziet, wat voor indruk het maakt, en daarop besluiten of ze wel of niet echt live naar een gemeente gaan. En nou, als een website met allerlei verschillende lettertypes is en met Comic Sans en allerlei plaatjes en niet duidelijk, dan geeft dat een rommelig beeld en daarop haken mensen af. Nou, dan voel je, oh, dit is best wel essentieel dat dat geborgd is, dat dat goed gedaan is, dat daar excellent en advancement in zit. De waarom-vraag. Een gebedsteam. Hoe belangrijk is een gebedsteam? Heeft dat waarde? Heeft dat betekenis? Een connectgroep. De financiën. Kidswerk. Waarom is het zo essentieel? Je kunt de vraag omdraaien.
Wat als er niemand is die de financiën doet in de kerk? Wat gebeurt er dan? Als er niemand verantwoordelijkheid neemt over de financiën, dan wordt het een drama. Het is essentieel. We zijn heel blij dat het gebeurt. Dat de mensen tijd, liefde, aandacht geven om dat te borgen. Fantastisch. Prachtig. Al jaren trouwe toewijding. Ja? Waarom is er kinderwerk? Nou, wat gaat er gebeuren als er geen kidswerk is? Dan zullen bepaalde gezinnen niet meer komen. Dus je kunt het af en toe omdraaien. Wat als het er niet is? Dat geeft de betekenis. Nou, zo belangrijk om die waarom-vraag te stellen, bijvoorbeeld in je connectgroep. Waarom hebben we een connectgroep? Waarom zou je tijd, geld en energie geven aan een connectgroep? Nou, een connectgroep heeft waarde. Mensen inspireren je, trekken met je op, is betrokkenheid. Je leert nieuwe mensen kennen vanuit een hele andere deel van Ede, met hele andere vakkennis, met hele andere beroepen. Je kunt daar zelf iets geven, je kunt daar iets ontvangen. Als je daarover nadenkt, over het waarom, denk je, hey, toch wel essentieel. De meeste mensen die in een huisgroep, in een connectgroep, noem het maar, in een celgroep zitten, die voelen zich veel meer betrokken en deel van een gemeente van mensen die dat niet hebben. De meeste mensen die ooit een kerk verlaten, die zijn eerst gestopt met te stoppen met de connectgroep. Dus dat geeft aan dat in een connectgroep mensen groei ervaren, betrokkenheid ervaren, is essentieel. Nou, als je dit benoemt met elkaar, dan voel je het gewicht. Dan voel je, hey, waar we mee bezig zijn, waar we zoveel in investeren, dat heeft een waarde. Het is van betekenis. Het is essentieel. Het draagt iets fundamenteels met zich mee. Dus waarom is het zo belangrijk dat stoelen netjes en goed klaarstaan? Waarom is het zo belangrijk dat het gebedsteam er is? Waarom is het zo essentieel dat er een goede onderwijsgroep is die structuur en nadenkt over de preken? Waarom? Omdat voor heel veel mensen de preek een van de 2-3 belangrijkste dingen van een dienst is. Daar komen ze voor. Daar willen ze gevoed, geïnspireerd, gestimuleerd worden. Dus het waarom is echt essentieel. En ik wil je aanmoedigen om ook met die waarom-vraag naar God te gaan. Van Heer, ik ben geroepen voor dit deel van het leiderschap. Voor het kidswerk, voor het gebedsteam, voor het welkomsteam, voor het koffieteam. Waarom is het zo belangrijk? Wilt u mij opnieuw laten zien waarom het zo belangrijk is? God wil je daarin inspireren, bemoedigen en voortstuwen. Dus tot slot, zet die waarom-vraag. Zet die centraal. Benoem en brainstorm met elkaar waarom het zo belangrijk is dat je doet wat je doet. En hoe belangrijk dat is.